Nou, de dag van het haarwerk. Dokter Annemie Galimond, die hebben wij een aantal jaar geleden in het leven geroepen om het taboe op haarverlies te doorbreken. Dus jaarlijks faciliteren wij zo'n dag. Het is echt een dag voor onco-haarwerkspecialisten. En we zijn super blij dat ik jou mag interviewen. Dankjewel voor de kans. Hoe belangrijk zijn onco-haarwerkspecialisten voor jou? Dermatoloog, heel erg belangrijk, omdat ik denk dat het taboe moet doorbroken worden. Hè? Dus je moet als cliënt of patiënt kunnen komen bij iemand die verstand heeft van zaken, die ook het emotionele aspect kent, maar ook de mens als totaal ziet en kan zien wat bij de ziekte die de haaruitval veroorzaakt, kan passen van haarwerkstuk dat ook alle verschillende fases van het haaruitval kan opvangen. Dus en de kennis en de kunde, niet alleen om een haarwerkstuk te maken, maar ook het juiste te kiezen, de emotionele achtergrond te begrijpen, maar ook de huidziekte of de haarziekte die aan de oorzaak ligt, kan goed begrijpen en ook overdragen aan de cliënt. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus het is niet zomaar iedereen die even een stukje aanmeet. Dan pak ik gelijk door. Hè? Vanaf dit jaar ga jij een aantal online trainingen bij een nascholing voor ons faciliteren. Welke wij ook op gaan nemen in onze erkenningsregeling, zodat iedereen die gecertificeerd wordt ook jou bij een nascholing moet volgen. Waarom heb je ons gekozen als beroepsgroep om je hiervoor in te zetten? Omdat ik denk en vind dat het heel belangrijk is dat correcte informatie gedeeld wordt. Want als je kijkt op internet en je zou bijvoorbeeld voeding en haaruitval met elkaar gaan opzoeken, dan vind je zoveel informatie dat het voor mensen die niet in het beroep zitten en ook niet in het beroep van haarwerkspecialist zit, heel erg lastig is om de juiste informatie te vinden. En we hebben er samen over gespart en gekeken, wat kunnen we nou doen om te zorgen dat zowel de haarwerkspecialisten de juiste informatie hebben, maar ook wij als dermatoloog, want ja, wij moeten ook weten wat doet de andere kant. En dat we dan gezamenlijk iets kunnen maken en opzetten, waardoor eigenlijk de cliënt het beste geholpen is. Juiste informatie, ik weet wat jullie doen en jullie weten wat ik doe. En ja, samen komen we er altijd veel beter uit dan elk in zijn eentje. Ja, ik denk dat het heel mooi is dat op deze manier zorgkosten beheersbaar kunnen gaan houden, hè, voor de toekomst. En voornamelijk kennisdeling, hè, wederzijds. Ja. Jullie naar mij en ik naar jullie. En dan samen is het altijd veel mooier om iets te maken dan in je eentje. In de haarwerksalon zien wij echt een behoorlijke toename van mensen die haarverlies hebben doordat ze corona hebben gehad, maar ook, denk ik, door de stress die corona met zich heeft meegebracht. Hoe kijk jij daar als dermatoloog tegenaan? Nou, als dermatoloog weten wij natuurlijk dat er haaruitval door virusinfecties kan gebeuren, dat er haaruitval door stress is. En dat ook medicijnen die wij geven tegen virusinfecties, die zelf kunnen natuurlijk ook haaruitval geven. Dat komt omdat al deze factoren, de groei van de haar in de haarwortel gewoon remt. Nu weten we na al deze tijd wel een beetje door de literatuur en onderzoeken die wereldwijd gedaan worden, dat deze vorm van haaruitval door het virus toch wel wat ernstiger is, wat sneller ontstaat, harder doorzet en ook trager herstelt. Inmiddels hebben de internationale dermatologen wel een soort van behandelstrategie dat wij deze patiënten kunnen bieden, zodanig dat de haargroei terug gestimuleerd kan worden. Maar ik denk dat het belangrijkste ook is dat we de patiënten geruststellen dat het wel weer goed komt, alleen dat het wat langer duurt. Dus gelukkig, want in het begin hadden we niet zo heel veel kennis hierover. En gelukkig komt dat stilaan meer en meer weer naar boven. Ja, kunnen mensen daar zelf nog iets aan doen? Behalve de rust bewaren, hè, want dan hebben we de stressfactor al wat minder. En hulp zoeken bij haarwerkspecialisten, die kunnen helpen met eventueel goede camouflage of eventueel met een haarwerkstukje. En hulp zoeken via de huisarts bij een dermatoloog, want dan kunnen we kijken, zijn er misschien ook nog andere redenen, hè? Want het is niet altijd, het is niet al corona wat de klok slaat. Soms zijn er ook nog andere redenen. En dan kunnen wij kijken, is er een andere reden?
Of kunnen we een van de voorgestelde behandelstrategieën internationaal, kunnen we die gaan inzetten? Annemie, dank je wel voor het beantwoorden van de vragen. Heb jij ons als onco-haarwerkspecialisten nog iets mee te geven? Nou, dat ik heel blij ben dat wij samenwerken, omdat ik denk dat vele handen het werk licht maken. En de juiste zorg behoort op de juiste plaats, niet in de dure tweede lijn, maar dicht bij de patiënt. En ik denk dat een samenwerking hierin met name heel erg belangrijk is. En ik ben blij dat wij elkaar hebben tegengekomen. Ja, dankjewel. Graag gedaan.